Door de kleine luikjes in de spits van de kerktoren maakte ik in 1974 deze foto's van Barendrecht. Maar als ik ze nu bekijk, dan lijken het wel plaatjes uit een spelletje Zoek de Verschillen. Dat huis op de hoek van de Loomansstraat is verdwenen en de straat verlegd. De kerkweg is heel anders dan nu en achter de huizen van de Paddenwei zie je een landelijke middenwijk. En kijk, de hervormde Dr. de Visserschool was er nog en de boerderij van Jan Jiskoot aan de Dorpsstraat die nu Middenbaan heet. Ook aan de andere kant van de Dorpsstraat is zelfs nog geen spoor van nieuwbouw te bekennen. Na de dorpskern zie je tot aan Rotterdam alleen maar boerenland. Aan de Binnenlandse Baan staat nog het postkantoor en het gemeentehuis in de markt waren nog klein. Maar ondanks al die veranderingen is Barendrecht toch nog dorps gebleven.